Het stikstofprobleem houdt Nederland in zijn greep. Maar docenten van de biologisch dynamische landbouwschool Warmonderhof in Dronten denken oplossingen te hebben. In de richtlijnen voor de biologisch dynamische landbouw gaan wij uit van 1,1 grootvee-eenheid per hectare. Oftewel 1 koe per hectare. Ja, als we daarna teruggaan, ja, dan heb je een heel groot stikstofprobleem opgelost. Want minder koeien, varkens en kippen betekent minder stikstofuitstoot. In Flevoland is zo'n 12% van de boeren biologisch. Dat is relatief veel in vergelijking met andere provincies. Voor deze boeren zijn de stikstofnormen ook strenger dan voor reguliere boeren. Volgens het RIVM is de landbouw momenteel verantwoordelijk voor bijna de helft van de Nederlandse stikstofuitstoot. Maar volgens docent Bruinsma moeten niet alleen de boeren veranderen. Het is niet alleen de boer waar de oplossing ligt. De consument, daar ligt nog een veel grotere mogelijkheid van oplossing. Dus hetzelfde als de consument vindt het niet erg om 100 kilometer te gaan rijden. De consument moet het niet erg gaan vinden dat ze minder gaan vliegen. De consument moet het niet erg gaan vinden dat een liter melk 80, 90 cent gaat kosten. Want dat kost het namelijk. Ja? En als je niet die handel daarin dan ook nog eens een keer meekrijgt, want die spinnen hier nogal garen bij, ja, dan wordt het een probleem. En het gaat niet werken als we zeggen, joh, word nou maar biologisch en klaar. Nee, want dan stort gewoon de hele zooi in. Dat is ook niet de bedoeling. Bruinsma heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de consument. Jouw koopgedrag bepaalt wat er wordt gemaakt of niet. Als jij biologisch gaat eten, dan komt er meer biologisch voedsel. Dat zie je nu al in de supermarkten, dat zag je alleen in de natuurvoedingswinkels, maar je ziet het nu overal. Er is alleen maar groei in die hele sector. Ja, dat komt omdat mensen het kopen. Dus ja, koop biologische melk, dan los je het stikstofprobleem op.